klaarstellen. De zomerstorm die gisteren over Nederland raasde, zorgde ook voor de nodige overlast op de Haarlem-Jamboretten. We vroegen kampleider Robin hoe de Haarlem-Jamboretten is omgegaan met dit extreme weer. Ja, het was geen onverwachte storm. We wisten dat die eraan zat te komen. Dus we hebben de deelnemers ook aan de voorkant al een mailtje gestuurd dat ze in ieder geval zich warm aan moesten kleden en regenkleding mee moesten nemen. Nou, om 1 uur kwam de storm en hij kwam in alle hevigheid. De historisch gezien de zwaarste zomerstorm sinds 1901. Alle medewerkers waren eigenlijk op een gegeven moment ingezet om de deelnemers goed te ontvangen. We hebben op een gegeven moment wel de keuze gemaakt om een aantal deelnemers buiten het terrein te laten wachten in de bus. Omdat met de kachelaan in de bus beter was dan op het terrein in de nattigheid. En eigenlijk was het wonder wel, liep het toch gestaag door. Er zijn wat tenten omgewaaid, er zijn een aantal deelnemers nat geworden. Met name Subkamp Groen heeft daar wat onder te lijden gehad. Maar overal kunnen we zeggen dat toen de storm ging liggen om 5 uur... dat iedereen weer opveerde en eigenlijk iedereen gelijk weer vrolijk was en voor sommige mensen het kamp gewoon gelijk al begonnen was. Toen de deelnemers eenmaal binnen waren, hoe hebben jullie het toen opgepakt? Ja, toen ze eenmaal binnenkwamen bleek dat een aantal groepen gewoon prima in staat was om zelf te koken. Maar ook een aantal groepen natuurlijk nog geen tent hadden of een bagage was nog onderweg. Dus het stafrestaurant heeft besloten om voor 500-600 man extra te koken. Dus een aantal van die kinderen die konden lekker gelijk een warme hap krijgen. Ik hoorde van een aantal mensen zeggen van nou, dat vonden ze eigenlijk wel luxe. Die regen en die wind die interesseerde ze niet zo. Het feit dat ze niet zelf hoefden te koken en lekkere maaltijd voor ze gekookt was meer dan prima. En moeten er nog veel deelnemers aankomen? Vandaag verwachten we volgens het oude plan ongeveer 1000 deelnemers. De laatste zullen rond 5:30, 6 uur zullen die binnenkomen. Waaronder onze Israëlische groep. Dus die zijn nog net op tijd voor de opening van vanavond. Oké, en hoe ziet het weer er verder uit voor de rest van de Jamboretten? Het weer wordt alleen maar beter, maar de maandag en de dinsdag lijken nog een beetje nat te worden. En dan we hopen eigenlijk af te sluiten met een dikke 35 graden bij de sluiting. Maar of dat gaat lukken, dan moeten we nog even de weergoden gaan vragen. Oké, nou dankjewel. Alsjeblieft.